De soort van deze maand is de kardinaalsmuts. De kardinaalsmuts wordt een mooie bolvormige struik die best heel hoog kan worden, wel een paar meter hoog. Als hij heel solitair staat, kan het zelfs een boom worden. Hij valt nu heel erg op door zijn knaloranje, roze vruchten. Dat zijn vierkleppige vruchten die samen net de vorm van een kardinaalsmuts lijken en daar dankt hij zijn naam aan. Verder is hij heel opvallend door zijn hele groene twijgen. In het voorjaar heeft deze struik altijd heel veel last van stippelmotten. Dan worden die struiken helemaal ingepakt met spinsels. Dan verliest hij al zijn blad, de rupsen eten al zijn blad op. En die groene twijgen nemen dan de koolstofassimilatie over, anders zou die boom doodgaan. Hij komt oorspronkelijk voor in de kalkrijke zandgrond in het oosten van het land en in de duinen. Hij doet het hier vrij goed op onze natte bodem. Hij kan redelijk wat schaduw verdragen. We gebruiken hem erg veel. Hij heeft een hele mooie herfstkleur. Hij kleurt van geel langzaam naar rood. Hij wordt dus echt, hij is prachtig om te zien. En ja, wilt u meer weten? Kijk dan verder op onze website www.thijzenpark.nl.